veel Nutrilon. 'S Morgens geef ik flesjes met heel veel Nutrilon. 'S Middags ga ik naar de speeltuin en koop ik raketjes of een split. 'S Avonds maak ik een potje en prak ik een banaantje met een lange vinger erin. En 's nachts? 'S Nachts moet ik meerdere keren eruit voor maagkrampjes of om mijn luier te verschonen. En mijn wijf? Dat mens blijft in bed liggen, rottend. Mijn naam is Steen. Ik ben de vader. Waar gaan we nu heen? Graaf van Solmstraat? Ja, Graaf van Solm even. Maar beter is Palder ook, weet je. Ja. Even dat hockey filmen. Ja, dat zou wel vet zijn. Ja. Anders door het raam even, weet je. Ik doe ook precies na hoe ik daar zat met Amber zo. Dat is kankervet. En dan op zo'n luchtstoel. We zoeken een beetje van, ja, ook een beetje van wanneer Steen een soort van, of Stijn een soort van Steen is geworden. Kun jij benoemen? Ja, dat is denk ik wel in die tijd ontstaan in de Graaf van Solmstraat, ja. Dat is in? Dat is in Utrecht. Daar waren wij buren, zeg maar. Toen kwamen we ook steeds met die interviews en zo. Zaten ook van die avond ervoor zaten we ook te bedenken van ja, kunnen we dan nog wat bedenken en zo. En dan gingen we slipjes verstoppen in die bank en zo, weet je wel. Dat hij dan die tevoorschijn kon halen tijdens het interview, dat soort dingen. Toen zijn een beetje wel die grappen ook ontstaan van, of ja, grappen is natuurlijk gewoon serieus, maar dat het steeds serieuzer werd. Heel veel koffie. 'S Morgens drink ik fucking veel koffie. En 's middags drink ik bier, sixpacks of een krat. En 's avonds snuif ik mezelf kapot tot ik niet meer kan slapen. En mijn wijf wordt geneukt in de reet door een ander. Mijn naam is Steen, ik ben een rapper. Welkom in mijn huis, bitch. Laat je kutje zien, moppertje, bent op de tv. Graaf van Solmstraat. Je woont hier. Herken je me nog? Hier zat ik altijd zo. Met je dan zo kankerlekkere wijf. Heel veel koffie. Ja, je bent echt dom, hè? Want je gaat het nu vandaar filmen, terwijl het vandaar werd gefilmd. Dus laat toch nergens op. Film het dan ook vandaar, zoals in die... What the fuck? Hé, toch? Graaf van Solmstraat. Je woonde ik. Herken je het? Herken je me nog? Ja, kanker. Nu doe ik het helemaal fout. Dankzij. Het echt kanker begon daar nu. Concentratie. Krekfeitjes. Coma-cijfers. Pep. Injectienaalden. Heroïnespuitjes. Delirium. Wodka. Coma-cijfers. MDMA. Delirium. Juffrouw. Injectienaalden. Ik moet naar de wc. Alsjeblieft. Documenteretje. Over jou. Ja. Waarom? Weet ik veel. Het is zijn idee. Dus we kwamen hier even kijken. Even binnenkomen. Ja, als het kan. Ja, ik heb zelfs een packje meegenomen. Ja, kijk. Dan kom je maar binnen weer wat. Ja, precies. Nog één keer. Een eigen huis. Een plek onder de grond. Zo was het nog dik niet nergens. Een eigen huis. Een plek onder de grond. Alles best, mijn best. Het ruikt nog wel hetzelfde. Ja, hè? Sek, hè? Ik zie het niet uit, joh. Ook een trap. Hè? Ook een trap. Ja. Wat je opslag geworden is. Nee. Maar dit is huisvestiging voor kunstenaars. Ja, een ateliertje. Maar ik woonde er. Omdat ik zoveel bezig was met kunst. Ben ik gewoon in mijn atelier gaan wonen. Wel vet eigenlijk. Ja. Die hebben ook nogal veel gezogen. Zeker. Ik word rustig maar als ik al snel naar binnen sta. Op kanker.
Ga naar binnen dan. Dat zie je, dat is een jong is hij nog hier. Dat is Daan. Toen. Ben jij dit? Dat ben ik, ja. Toen hadden we een soort van ja, geknokt of zo. En Stijn was later nog uit de rijdende trein gesprongen en op zijn gezicht gevallen. Dat soort dingen gebeurden ook wel eens, weet je wel. Dat waren gewoon echt absurde dingen. Op één avond? Ja, dat was op één avond, ja. En ja, dat was alsof niemand weet ook precies meer hoe dat nou eigenlijk ging. Maar hij had in ieder geval mijn knock-out geslagen en Stijn sprong later uit een rijdende trein of zo. En dus hebben we daarna, de dag daarna zaten we alle drie gewond op de bank, zeg maar. Gezellig. Ja. Filmpje. Ja. Dat heeft hij gedaan bij jou? Nee. Dat was gewoon, waren gewoon elkaar gewoon voor de soort van voor de lol aan het mappen of zo. Ik weet niet meer precies. We hadden veel gedronken. En het begon dan met voor de grap zo, weet je wel. Dat werd dan steeds harder. En ja, uiteindelijk zagen we er zo uit. Ja. Weet je nog van vroeger, van vroeger, van vroeger? Hey, je weet wel van je moeder. Van je moeder, van je moeder. Ken je me nog? Ik gaf geen fok, wel dat doe ik nog steeds. Tot het eind blijf ik. Ik geef geen fok dat je geen fok geeft om mij, bitch. Ik heb er mijn eigen bedrijf in. Alsof in fact the records een motherfuckerij is. Het was gewoon een aardig, een zacht jong. Die had natuurlijk hij had een jonger broertje. En 5 jaar jonger. Dus die werd wel enigszins in het begin door hem overheerst. Maar ik, die boosheid, dat ze. Was gewoon een jochie wat voetbalde. En, weet je wel, en dat met plezier deed. Hij voetbalde bij Sporting, dat is een Utrechtse club. Maar hij was een fan van FC Utrecht, ja, zeker. Ja. En Utrecht is nog wel belangrijk voor hem, hoor. Ja, zeker. Ja. Hij is. Ik denk dat hij, als hij terug zou kunnen, dat hij wel. Wel terug zou gaan, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja. Wilhelminapark. Ja, zeg even, we zijn in Wilhelminapark. Dat zei ik net toch ook? Nee, zeg even. Ik zei net, we zijn nu in het Wilhelminapark. Hier hangde ik vroeger ook kankerveel. Precies deze twee banken. Alleen stonden die wankers daar niet aan. Wank, wank. Dat is het enige verschil. Kankerwankers, hè? Dom. Nu begrijp ik in één keer waarom ik vroeger altijd zoveel gesloopt heb. We zitten gewoon uit niks te doen. Daarom ga je dingen slopen. Het is gewoon leuk. Je weet, alles is leuk wat er gebeurt. Dus als er een ongeluk gebeurt, is dat ook leuk. Als het bankje kapot gaat, is dat ook mooi. Nou, hier staan nog wat spullen. Wat is het dan? Ja, ik weet niet. Moet even kijken. Sowieso zijn oma nog daar. Is dat zijn oma? Ja. De echte as van zijn oma? Ja, volgens mij wel, ja. Eens kijken of er as in zit. Nee, daar ga ik niet aanraken. Ja. Sjaaltjes. Muchakus. Heel goed in ook trouwens. Oude schets. Ik wil even laten zien. Dat is FC Utrecht. Ja. Vol strak. Welkom in de hel. Ja. Zoals iedere week hebben we een rapper hier op het podium staan. En deze keer komt hij uit Utrecht. Hij heet Stijn, maar hij noemt zich Steen. Ik zou zeggen, jongen, take it away. Yo, kom er allemaal even bij. Ook die mevrouw in die rolstoel. Ik sta hier met Britney Spears. De bodyguard van Britney Spears. Die treffen stelletje kuppenrollen. Nou, check dit als een checklist. Wanneer ik rap spit, slap ik je bek dicht. Yo, hier Erik, kit je ooglid met dit. Het enige wat je nodig hebt is horen voor de rest niks. Yo. Nou ja, ik schilder geraniums. Misschien dat dat ook met die tijd te maken heeft. Dat zo intensief was dat ik daarna alleen nog maar geraniums kan schilderen. En erachter kan zitten, zeg maar. Ja. Een nieuwe album. Dit is mijn oude album.
Dit is mijn oude album en mijn nieuwe album komt eraan. Ik ben Steen, de vader. White trash, white trash. Respect. Naast dat ik rapper ben, ben ik ook gewoon mens. En net zoals alle andere mensen, ben ik geboren. Ik ben geboren in 1983 in Utrecht. Als ik over op de dom. Stadje, hartje van het land. Het Diakonesse ziekenhuis, daar ben ik geboren. Die kankersteek, toch? Ja, ben aan het doen. Hier, documentaire over mijn leven, gek. Ja, een documentaire over mijn leven. Je hoort het goed. Waar gaat het heen met de documentaires? Ja, als kind verwacht je toch dat je ouders gewoon bij elkaar blijven. Toch samen, ouders, maar kind. Net zoals in The Lion King. Maar ja, zo is de realiteit gewoon niet. En zo werkt het niet. Zo is het ook bij mij overkomen dan met mijn ouwe. En ja, de ene gaat de ander zonder en de andere die weet het wel goed op te lossen. Nou, mijn moeder wist het met drank op te lossen en mijn pa die was weggegaan. En ik zat dan thuis met mijn broertje, met mijn ma. Zaten met z'n drieën. En mijn ma zat alleen maar te zuipen. Dus dat schoot ook niet echt op. Ja, de vader van Stijn, ja, dat is niet een speciaal gevoel. Maar ik moet zeggen, het was wel opvallend dat toen ik hem voor het eerst zag optreden, dat ik daar wel iets in herkende. En op een gegeven ogenblik kwam hij dus dat podium oplopen. En ging hij aan de rand van het podium staan. En dan keek hij zo om zich heen. Pakte hij een fles water en nam er een slok uit. En begon te praten met de mensen die voor hem stonden. En daar herkende ik wel iets in. Want hij stond daar namelijk helemaal verschrikkelijk op zijn gemak. Je staat sowieso 2 of 3 meter hoger. Dus hij stond er ook vrij superieur bij en die beat die kwam er op een enorme manier in. En dat was, ik denk, ja, ik kan me wel voorstellen dat werkt. Moet God van nu krak hebben! Je kent ook gewoon je BF voor je koken met ammoniak en BF. Ja, maar dat is ook een manier. Dat gebeurt ook. Eerst met ammoniak sowieso. Ja. En dan daarna nog een keer schoon koken met rum of whisky. En dan dopen, aansteken en dan met die vlam zo. Je BF roken, ja toch? Ja, dan ga je kankerhard. Het leven draait om uit je plaat gaan. Ja. Als ik naar muziek over bloemetjes en bijtjes een beetje een homo tref, nee, dat hoeft voor mij niet, altijd blij gedoe. Ja, ieder zijn ding. Kadaverrap is misschien wel een van de meest ondergewaardeerde kunstvormen die er bestaat. Ik zou zeggen, de meest pure, eerlijke, ongeremde rapstijl ooit. De kadavers, dat zijn hip-hop nummers
die alleen maar over dood en verderf gaan. Razernij vernietigt in alles in razernij, geheel geïsoleerd van de maatschappij. Omdat wij bewust zijn van de totale destructie. En wij hebben de hoop al opgegeven. En we willen gewoon muziek maken. Dus dat pakken we allemaal samen in één. En dat noemen we kadaverrap. Het is, ik zeg je eerlijk, kadaverrap is geen goede invloed voor mensen, weet je. Dus daar gaat het ook niet om. We willen niet iets bijbrengen of zo aan de maatschappij. Zoals de grond dekt dit niet ergens. Maar kijk, hij moet veel, veel ongenoegen en boosheid op anderen kwijt daarin. En nou ja, dat komt bij Braak inderdaad ook wel terug. Maar bij hem is het heel persoonlijk. Persoonlijke boosheid. En het gaat het over personen. En wij waren eigenlijk meer boos op maatschappelijke onrechten. Hè? Dat wij als onrechten of ongelijkheden. Dat is wel een verschil. Wat hij zegt, dat denken heel veel mensen. Hij is gewoon hard, hij draait er niet omheen. Hij gaat gewoon, huppa, dit is het. Dit moet je van me aannemen, zo is het. En mensen kunnen het wel ontkennen, maar zo is het niet. Want iedereen denkt het wel, maar ze zeggen het niet. Dit is voor alle hootjes onder ons, waar zijn de kadaveressen? Kadaveressen. Laat je gewoon het kadaver lichaam zien. Ik ben niet bang voor Stijn. Nee, sowieso ben ik niet bang voor hem. Nee, ik ben hem op meerdere momenten tegengekomen. Ik ben hem tegengekomen in de stad met zijn dochter. Dan is hij heel relaxed. En ik ben hem tegengekomen op concerten dat hij helemaal wous en doorgetript is backstage. Dus ja, verschillende kanten. Over dood. Ik heb stroom met water nodig. Nee. Hey. We hebben toch rood allemaal op, man. Even nu. Heel doof. Vriend van ons. Die zit toevallig in de business. Ja. Ook via. Maar dat maakt niet uit. De hele dag blowen, hele nacht besopen. Schreeuwen naar die hoes of ze mee willen komen. De hele dag blowen, hele nacht besopen. Schreeuwen naar die hoes of ze steen willen bogen. Mensen vragen me altijd van, is die dan echt zo gek? Ja. Ja, is mijn antwoord dan, weet je. En, mensen kunnen nooit echt geloven dat hij in het echte leven echt zo is. Dat hij de hele dag snuift en slikt en koffie drinkt en bier opstaat met bier en naar bed gaat met bier en alles. En, maar dat is wel zo, ja. 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 Mensen. Hij is wel happy. Ja. Nee, I'm the smoker, bitch. De adelaar. Ah! Wat bedoel je daarmee, de adelaar? De adelaar. Dat zijn alleen true smokers op de highest level adelaars. De kapers. Die geven nooit zomaar een joint af. Aha. Die worden alleen maar overtroffen door andere adelaars. Die dan weer terug harassed worden. Zo hebben we de Poolse adelaar, de Surinaamse adelaar. De Hollandse, Utrechtse adelaar, that's me. Ah. Hey, kom bekend, noem eens als je mij nog één keer opbelt. Ik zoek jullie op, want ik weet waar je woont. Oké. Nee. Homo! Nee. Homo! Ja. Homo! Ja. Oké. Okay. Chill out, okay. Homo! Duidelijk, duidelijk. Consternatie. En een boze steen. Oké, okay. Goed, de veilige missie inmiddels aan het vastkomen. Oké, steen wordt op dit moment afgevoerd.
drama. We zijn nu in de Killing Skills studio. En dat is vanwege deze man vooral hier zo. Steen verbannen uit het BNN gebouw. Spinal staat ernaast. Ijskoude wintersessie. Ben je er klaar voor? Trek een winterjas aan, ouwe. Ui! Ik werd gebeld door een maat van mij, Kaak. En die belde toen op van... jullie maken beats toch? Ook. Ik zei, ja, hoezo? Ja, ik ken nog wel een gast die kan goed freestylen. Weet je zo? Oké, ja, Steen is zijn naam. Misschien moet je hem even bellen. Dus, nou, ik denk, gaan we gewoon eens even bellen, kijken wat eruit komt. Nou, dat was eigenlijk een vrij kort gesprekje van, joh, zullen we samenwerken? Ja, cool, e-mailadressen uitgewisseld. En toen zaten we eigenlijk zo van, ja, wat moeten we nou eigenlijk gaan doen dan, weet je wel? We hadden nog nooit echt serieus een hip-hop beat gemaakt of zo. Ja. En, ja, toen zijn we gewoon, volgens mij zijn we toen naar de platenwinkel gegaan, hebben we een paar platen gekocht. Mm. Een paar klassieke platen hadden we gehaald. Het enige wat we wisten is dat het gewoon hard moest worden. Ah, ja, ja, dat was de enige referentie. Ja, het moest hard worden. Nou, ja. Dus we hadden een paar platen gehaald, beat gemaakt en dat werd eigenlijk Foxsteen meteen. De eerste single officiële volgens mij. Dus het was gelijk raak, zeg maar. Ja, ja. Nou, eigenlijk wel, ja. Ze zeggen Foxsteen. Welkom op jou, ik ben de bom, wat kom je rot, doe je rot blauw. Ze zeggen Foxsteen, oh, geef je geen pop. Wel, je kreeg hem alsnog door je scheve schedel op een schot. Nou ja, kijk, we hebben die hele eerste album, volgens mij hadden we het voor de helft met Sodom gedaan. Dat is een vriend van hem uit Utrecht toen de tijd. En voor de helft heeft hij dat eerste album met ons staan. En dat was allemaal slaapkamerwerk, weet je wel. Wij dachten dan nog van een beetje professioneel. Overal matrassen in de hoek neergezet en dekens opgehangen om dan maar een beetje die akoestiek te behandelen. Maar ik weet echt wat die Steen die dacht, ja, wat een aanfluiting is dit. Het interesseerde ten eerste geen ene reet. Mm. Het was alleen maar onhandig, want elke keer als er dan iemand de deur uit wil, dan flikkerde alles om. Hey, heb ik crack? Nee, jongen. Ik moet crack hebben. Ik smoke alleen, jongen. Geef crack, godverdomme. Steenpuis, voor mijn part ga je de pijp uit. Sterven dan, bitch, sterven dan. Dit is steenpuis, voor mijn part ga je de pijp uit. Dit is steenpuis. Mijn geluid is verrot zoals het uiterlijk komt. Duidelijk fokt, je wordt het huis doorgeschopt. Van binnenste buiten kapot. Steen puist op mijn kop, knijp het uit in het grond. Als ik nee zit op je huid als ik rot. Dit is steenpuist. Eigenlijk was er een soort van periode nadat wij Lam het eerste album hadden gedaan met Steen. Fucking Steen waren. Fucking Steen waren. Het was toen afgerond. En toen is Steen eigenlijk meer in de richting gegaan van Shockmount. Volgens mij dezelfde Kaak die ons had geïntroduceerd aan Steen. Nee, dacht van, je moet ook eens even een keer met Ier gaan praten, ja. Van Irish Pop, Shockmount. Ja. En eerlijk gezegd, die klik tussen Steen en Shockmount, die paste gewoon beter, denk ik. Ik denk dat Steen ook meer naar iets op zoek was wat meer bij hem paste. Wij zijn meer van de boom-bap hip-hop. En die gabbersound die Shockmount heeft geïntroduceerd met Steen, dat is natuurlijk de perfecte match, weet je wel. En ik denk dat eigenlijk dat moment is dat Steen zich pas echt kon gaan ontwikkelen als artiest, doordat hij die unieke sound van Shockmount had, die zijn visie heel erg versterkte, weet je wel. Kun je dat geluid eerst afzonderlijk laten horen om te kijken, en dan zeg maar die beat erbij doen? Shockmount. White trash, white trash. Help me eruit. Au. Ik heb voor mij twee albums van Steen Solo en twee kadavers gedaan. En de eerste dag hadden we wat beats liggen en meteen had hij wat tekst erop. Heel veel bier en gewoon harde beats en zijn stem, dat klikte gewoon echt, was meteen gewoon aan. Dus, dat was super vet. En toen was het, wat eigenlijk één dag in studio was, is toen uitge... Overrot in mijn longen zijn ze zwart van de kanker, hoest ik bloed op, ik ga door. En mijn lever begeeft het en geel is mijn schedel, al moet ik koksen op mezelf, ik ga door. Zuid mijn
fles tot de bodem. Rook mijn peuk tot die dood is. Maar ik ben niet dood, ik ga door. Ik geef geen fok tot het klaar is. Het is nog niet klaar, ik ga er niet mee stoppen. Ik ga door. Ik heb gebeest. Ja? Ja, zo'n brokje in die pijp gegooid, zo. Lekker gebeest. En daarna zat ik er nog aan te denken om lekker te spuiten. Maar, ja, ging misschien net iets te ver. Maar ik heb wel gebeest. Junk life. Junk life. Junk life. Is het leven? Junk life. Is het leven? Junk life. Is het leven plat? Ja, waar zijn we nu? Ja, dat mag ik wel meer vertellen, want we zitten in de studio van de Ier. Ja, dat is mijn studio. Ier's Pub, Irish Pub Studio. Van een van de studios van Shockmount. En hier tapen we de meeste kadavers en steentracks. Nou, we hadden dus eerst gewoon al die tracks gemaakt. Toen dacht ik van, ja, we moeten dit ook live doen. Toen was het eerst nog een beetje zoeken. Eerst was het soort van een tape laten meelopen dat ik nog backings deed. Maar dat was niet echt een succesverhaal. Dus dat ging niet helemaal goed. En toen werd ik gewoon zijn DJ en was hij gewoon solo. En dat deed ik af en toe al een schildje hier en daar, maar het viel allemaal mee. En toen kwam eigenlijk, toen Spinal erbij kwam, toen werd het echt meer een soort geheel dat we met z'n drieën waren. En het, gewoon dikke shows, er waren echt veel ook op een gegeven moment. En echt de wauwste shows aller tijden. Dat is, ik heb echt met... weet ik veel, 5-6 bands opgetreden. Gewoon echt grote shows ook. Maar nog steeds die kadavershows, die gingen echt te ver. Gewoon als je erover nadacht, gewoon standaard mensen, gebroken armen, benen. Het was echt bloed. Wie loopt automaat laten werken? Automaat is wat ik ook laten werken. Vrienden. Wie loopt automaat laten werken? Vrienden. Automaat is het bureau. Kut, geen prijsgrond. We zijn hier vanavond bij de donen. Ja, Roo, hier heeft niks gewonnen. Welke track gaan we vandaag doen? Spinal and Stain. Ja, waar ik dan meestal mee begin is een beetje iets duisters of iets in Ice Hearts. Ja, bij deze ben ik dan een beetje begonnen met die duisters. De percussie. En hoe, waar haal je dat, bijvoorbeeld dat geluid dat we gaan horen, waar haal je dat dan vandaan? Ja, dat bijvoorbeeld uit deze. Ja? En uit paperclips. en plastic bekers. Ja, dat is wel een hele vette tijd. Gewoon in Zoetermeer, we hadden een studio. En met Robin kwam ik daar gewoon eigenlijk elke dag aan gewoon beats knallen. En dan kon Steen af en toe zijn nummers opnemen. En bier drinken, blowen, weet je, gewoon vet. Dat was gewoon, ga ik gewoon de eerste keer dat geloof ik Steen dat via een vriend van ons is die dan geïntroduceerd. En ja, de eerste keer dat hij er was, geloof ik dat ik die beat toen Steen nummer zeg had laten horen. Of misschien had hij die al een keer gehoord. En hij vond het super vet. En sindsdien is het eigenlijk gewoon, was het aan. Ze zeggen dat ik mijn ziel aan de duivel heb verkocht. Geen spijt, zit nog steeds met mijn zuipen en bob. Thuis op de bank voor de buis met mijn kop. Ik ga nergens heen, dus wende maar aan. Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want wat ik net vertelde over die eerste beat die ik geloof ik aan Steen niet horen, dat was dus Zeg. Met die met violen en echt een beetje met harde geluiden ook. En weet je, die had ik al best wel lang, die had denk ik al een paar jaar in de kast liggen, zeg maar. Dus ik maakte al een beetje, zeg maar, beats in die stijl. Kijk, en als ze dan inderdaad toen Steen erop ging rappen, weet je, is er iets, weet je. En daar ben je wel op doorgegaan. Dus van die sound of zo, dat je sloeg gelijk bij het eerste nummer, vond ik het gelijk vet aanslaan. En ik weet ook nog wel dat we in de studio toen de spot hadden gemaakt, toen was het gewoon echt helemaal, weet je, was het gewoon helemaal gewoon af, zeg maar. De sound voor Steen was een soort van geboren met de spot. Hallo, hey, wat doen jullie daar? Dat bier, dat zapen jullie niet. Zo doe je dat ook niet thuis. Meekomen, ja. Eigenlijk
eigenlijk zijn we pas bij Kadaver 2. Bij Kadaver 2 pas weer zijn wij weer, heeft Steen ons weer erbij betrokken. Van joh, zullen we weer echt samen gaan werken. Nou, en toen, toen hebben we die track Echte Liefde voor hem, tenminste die beat voor hem gemaakt. Voor hem en Spinal. Toen zij die teksten daarop hadden geschreven, ik zei toen nog tegen je van, ik weet niet of we dit wel moeten uitbrengen, hoor, want dit, ik weet, dit kunnen we niet maken, man. Natuurlijk wel, man. Ja, dat is Kadaver. Ja. Nou ja, toen hebben ze die 101 bar sessie gedaan en de rest is geschiedenis. 101 kadavers, check hem uit, lul. Haat, haat, ik haat mezelf, haat een bloed in mijn aders. Ik haat mijn scheppers, ik haat mijn moeders en vaders. Ik haat mensen, homo sapiens. Zwarte, gele, maar vooral haat ik witte verraders. Ariërs, ik haat racisten en nazi's. Ik haat haters, hang met haatzaaiers, maatnaaiers. Maar het meest van allemaal haat ik flikkers, ziektedragers. Kanker op, man, met je lul in andermans anus. Ik haat hoop, omdat je in sprookjes gelooft. Ik haat licht, ik hou van de donkere wolken boven mijn hoofd. Ik hou van bliksem en onweer. Ik hou van je bitch mits ze zich omkeert en een lippenstift opveert. Een hele goede morgen met Stijn, waar kan ik u van dienst zijn? U kiest dan voor optie 3. En dan kiest u voor optie 4. En ik wens u nog een hele fijne zondag. Dank u wel, hoi. Ik kan geen 9 tot 5, nee, dat... Ik heb ook gewoon 7 jaar lang, 8 jaar lang heb ik geen 9 tot 5 baan gehad. Ik heb wel 9 tot 5 baan gehad, maar niet 9 tot 5 waren die. Dat doe ik omdat ik als een normaal mens wil overkomen en omdat ik me gewoon gedijst moet houden. En gewoon ja, goed moet overkomen. Het heeft gewoon te maken met het gezeik wat ik heb met AMK. En dit callcenter, hè, heel flexibel. Flexibel werk. Werken nog meer kankerrappers, zoals Spinal werkt er ook. Daarom ben ik daar ook. Zo ben ik daar gekomen, via mijn homie Spinal. Die werkt daar. Die heeft jou die baan gefixt? Ja, die verkoopt er ook pakketten. We verkopen samen kadaverpakketten. Ja. Ja, hij mag zijn dochter niet zien. Ja, dat is allemaal echt heel fucked up. En dat gun je eigenlijk niemand, weet je. Een vader die er wilt zijn voor zijn kind, die heeft daar gewoon recht op. Er zijn genoeg vaders die er niet willen zijn voor hun kind. Ja, dat is hun eigen keus. Ja, dat is ook heel jammer. Maar het is erger als je er wel wil zijn voor je kind, maar het niet kan, weet je, of het niet mag. Steen was vader zijnd. Ja, hij woonde vlak bij mij en ik kwam gewoon heel vaak langs bij Mary Jane. En ja, het zag er altijd super goed uit. Het was vet gezellig. Weet je, we gingen altijd naar de speeltuin met haar. En ze was altijd wel blij. En ja, het ging gewoon goed. Als hij als vader vader is, dan verdwijnt die drugs en de drank en dan zorgt hij gewoon goed voor zijn kind, weet je. Dat wordt door de moeder van zijn kind niet echt zo gezien, volgens mij. Dat komt denk ik door zijn muziek, weet je, wat hij doet, hoe hij verschijnt op beeldscherm en zijn tracks. Dat hij wordt gezien als een soort psychopaat of zo, maar het is gewoon een vorm van kunst, weet je. En dat zijn twee dingen die losstaan van elkaar. Maar ja, dat is ook weer zo'n ding, weet je. Mensen vroegen dan ook aan mij van, ja, steenvader, dat kan toch helemaal niet. Maar juist wel. Het was juist, weet je, het was niet wat je zou verwachten. Laten we daarop houden. Het was echt totaal anders. Maar ja, dat heeft natuurlijk weer zijn imago een beetje tegen. En dan ook richting instanties, denk ik. Ja, ik ga dit, ja. Wie het nog niet weten mocht, het is inmiddels onderzocht. Een vrouw is slimmer dan een man, omdat die niet aan haar lippen kan. Ik dank in jou, elke vrouw. Waar ik van hou, kom in mijn armen. Geef maar een kus. Zeg maar dag dag. Dag dag. Love you. Love you. Forever. Love you forever. Sowieso kenden wij natuurlijk Steen niet vanaf het begin. Dus we moesten hem soort van leren kennen. En omdat hij zo...
zo apart was, weet ik wel. Dat ik echt een soort van, in het begin echt een soort van barrière had van dat ik niet wist met, hoe ik met hem moest dealen of zo, weet je wel. Van, weet je nou, gaat hij me straks aanvallen of is het allemaal cool, is hij nou een vriend, weet je wel. Tot op een gegeven moment dat ik een keer met hem was meegegaan naar inderdaad Sodom, naar volgens mij was het Amersfoort zelfs of zo, weet ik voor waar die gast woonde. Nou, dat was één grote zuipartij, jongen. Maar dat was echt, vanaf dat moment was het gewoon, oké, we zijn cool. Guys. Dat was echt prachtig. Op dat moment snapte ik gewoon van, oké, hij is gewoon echt, buiten dat hij best wel confronterend kan overkomen en mensen een soort van, ja, niet hem kunnen plaatsen of zo, snapte ik in één keer van, oké, hij is gewoon een dude, weet je wel. Hij wil gewoon muziek maken, is een creatieve dude. Buiten zijn muziek doet hij ook nog een hoop creatieve dingen. En dat kwartje viel toen in één keer door gewoon even één keer met hem te chillen of zo, dat weet ik nog wel. Nou kijk, Stijn die heeft een grote graffiti-periode gehad. En dat was niet zozeer boos, dat was echt vol creatief. Hij heeft blackbooks, sukke stapels blackbooks, waar hij altijd mee aan het tekenen was. Stijn had vroeger, dan zat je met hem te praten, dan zat hij ondertussen te tekenen. Hij is dus eigenlijk in dat tekenen, en dat is niet zo gek dat hij naar de Rietveld is gegaan, dat is echt een natuurlijke uitlaatklep voor hem geweest. Yo, ik sta voor de deur, man. Volgens mij. Hij is een klopzaak. Hij is een klopzaak. Yeah, let's eat. Ik ben een klootzak. Haha. Hij is een klootzak. Yeah, that's me. Hij is een klootzak. Steen. Zo'n klootzak. We zijn. Samenwerken, ja, dat is best wel goed eigenlijk. Het begin heb ik zo'n twijfels, weet je. Met zijn oude stilo, best wel recht toe, recht aan. Ja, zo latex of smeren, bam, daar staat mijn naam. Maar die man is best wel creatief. En voor mij heeft het best wel deuren geopend, weet je. Ja, ik kwam met ideeën, waar ik stiekem al aan dacht, maar niet aan durfde te doen. Ik durfde het niet aan. Hij zei, ja kom, we doen dit. Met bloed, goor, puisten, smerige shit. Ik zei, ja shit, dat wil ik eigenlijk wel. Laten we het gewoon doen. Dat is een soort van excuus geworden. Van, ja, nou, ja, het was zijn idee. Maar stiekem wil ik het zelf ook. Ik kom op best wel bizarre shit. Goed. Mijn leven, geen fuck geven, kanker schreeuwen, fuck de kanker, het is mijn leven. Mijn leven, vermiste kattenposters sparen, kanker talentje draaien. Mijn leven, geen fuck geven, kanker schreeuwen, fuck de kanker, het is mijn leven. Mijn leven. Ja, wat vooral met Steen is, hij snapte heel goed wat hij wilde. Weet je, gewoon visueel, qua beats, weet je, hij wilde gewoon echt. Dat was ook zo'n ding, we maakten gewoon eerst een beetje een normale soort hiphop beat, maar we kwamen ook uit de gabber, dus we combineerden dat, omdat zijn stem zo goed erbij werkte, werd dat steeds meer, gewoon echt alleen maar rauwe beats maken en dan dat hij eroverheen ramde. Vaak als andere rappers erop gingen, dan werkte het helemaal niet, die combi. Maar kijk, hoe hij ze presenteerde met die filmpjes, met die dingen, weet je, het is allemaal zo goed over nagedacht, weet je, en, ja, het is. In dat opzicht is het zeker wel een kunstenaar. Maar hij is natuurlijk meer toen hij dat rappen ontdekte, dan ga je meer teksten schrijven. En waar moet je teksten over schrijven? Er zijn natuurlijk de geëikte onderwerpen en zo. Hè, de pop onderwerpen. En daar spelen vrouwen altijd een rol in. En liefde en noem maar op. En bij hem is dat, ik denk dat hij toen wel, de boosheid die hij af en toe voelde, dat hij die toen is gaan verwoorden. Zo denk ik dat het gegaan is. Maar ik weet niet wat hij daar zelf over zegt. Hij vindt het allemaal bullshit wat ik nu vertel, denk ik. Ik vind het wel lekker en absurdistisch, hou ik wel van. Ja, voor mezelf relativeert het ook weer eens. Dan dingen van je afschrijven als het ware. Of, ja. Ik heb vaak ook een idee over een nummer wat ik wil maken. Haast iets achteruit. Ja. Afstand nemen. Nee, we zoeken afstand een keertje. Zie ik veel meer.
fucking kanker in je systeem. Je weet, insane in je brain. Much love, peace to Mary Jane. Hou die kankers erbij, hou de kanker shirt. En geef een applausje voor je eigen kankerkop. Kanker! Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar mijn pa toe. Ja, even kijken hoe het met hem ervoor staat. En wij werden ook wel eens bij de strijdcultuur ondergebracht. En als er ergens geprotesteerd moet worden tegen een Zuid-Amerikaanse tiran, dan waren wij er en dan maakten we nog een lied voor de gelegenheid. Als het over de zeehondjes ging in de Waddenzee, dan waren wij er en dan maken we er een lied van. Dus dat was wel iets meer openlijk, maatschappelijk geëngageerd als datgene wat Stijn doet. Maar ik ken van de eerdere plaat van Stijn ook wel liedjes die er iets mee te maken hebben. Hè? Geef mij een eurootje en zo, dat is een nummer wat ik me kan herinneren. Dat gaat over Hoogkatrijnen, waar die rondloopt en... En dan zingt hij eigenlijk een lied over een man die daar zit te bedelen en zo. Ik slenter langs de oude gracht. En de Tom houdt hier de wacht. Hang, ik hang in het land, hang in het hart. Hang met een camera op een mix, stadhuis binnenstad. Oh, wat zijn de singles groen? Alles wordt verbrand en beklad. Wat zal ik vandaag eens doen? Ik hang op schoolpleintjes bezaaid met bietzakjes en glas. Of naar het Wilhelmina Park. Ze zeggen, kan het wat zacht, hè? Want ik hang in wijken waar mensen zeiken. Daar liggen mensen in de zon. Ze zeggen de politie bellen we wanneer we staan op de straat. Op mijn voorraad zit een dol. Maar ik ga niet, ik bedoel het gaat. Ja, kijk. Ik heb natuurlijk met mijn moeder heb ik een hele moeilijke periode gehad in mijn puberteit. Maar ja, zij zat natuurlijk in een scheiding met mijn vader. En ik zelf was gewoon rebels. Dus ja... Dat ik het zelf moeilijk had, het komt, ja, ik ga niemand de schuld meer geven, weet je. Ondanks dat ik dat vroeger wel altijd deed en zo, schoof ik het altijd op anderen uit. Ik kan het natuurlijk ook gewoon bij mezelf leggen, want ik ben zelf ook niet een lievertje geweest. En ik heb mezelf ook altijd gewoon misdragen en als een randdebiel lopen zuipen en zo. Ja, want de eerste keer dat ik in Zoetermeer kwam om nou eens naar Stijn te kijken, daar kwam Robin meteen naar me toe. Ja, ik... Hij ging ze meteen voorstellen en zo en dat soort dingen. Dus ik dacht, god, wat leuk. Ik wist helemaal niet dat Stijn zo populair was toen eigenlijk. Hans Kosterman, die zag ik voor het eerst bij Noorderslag. Toen speelden we daar in een showcase. En het merkwaardig was dat hij daarna in één keer op het podium was. De persoon die de popprijs... uitdeelde, ik weet niet meer wie, de Armen van Buren of zo, ik weet niet meer precies wie het was. Maar dat vond ik dan wel erg. Dat vertelt hij dan ook weer niet, weet je. Dat je daar zo komt en in één keer is hij dus daar een soort van de baas of zo. De winnaar liet in 2005 al van zich horen... En wist op basis van slechts één zelfbedacht woord en een pakkende beat de aandacht op zich te vestigen. De popprijs 2011 is voor de jeugd van tegenwoordig. Toen ik ouder werd en zelf ook muziek ging maken, ben ik me ook meer gaan verdiepen in de muziek die hij vroeger heeft gemaakt. En toen vond ik wel veel raakvlakken daartussen. Vooral het rebelse en dergelijke. En dat is gewoon leuk om te zien. Dat je eigenlijk ook heel veel op je pa lijkt daarin. Dat is gewoon cool, weet je wel. Het geeft toch een soort bizar gevoel van, het komt niet uit het niets, laat maar zeggen. Maar toen kwam die op een gegeven moment de vraag of wij een plaat konden produceren. Dat deed ik samen met Wieger. Hoogendorp, of wij zijn plaat konden produceren. Hij had gewoon allemaal liedjes, soort demo met gitaartje en bla bla bla. Toen hebben wij het gewoon
Ja, gewoon die hele tracks helemaal omgebouwd en net even wat toffer en beats eronder gegooid. En, ja, toen hadden we in één keer een plaat met, zaten een plaat met Hans Kosterman en met Steen tegelijkertijd te maken. En ze hebben ook een track dat ze samen doen. Maar dat was, ja, bij Steen was het natuurlijk 10 keer harder, maar dat was wel... Ook qua teksten zag ik ook wel gewoon dingen die hetzelfde waren. Ook, ik heb ook van die braakteksten gelezen, ja. Van de oude band van Hans. Ja, iets met in de penthouse aftrekkend in... wat was het nou? In een bad aftrekkend op de penthouse of zo. Dat ik echt dacht van, wow, dit is gewoon Steen, maar dan 1970 of zo. Het is echt super bizar. Ja, ik heb met mijn pa overigens 2 tracks heb ik gemaakt. Op Steen de Vader, daar staat ook een nummer waar hij dan het refrein zingt. Het zou je vader maar zijn. Wat wel grappig is natuurlijk, van het zou je vader maar zijn, het zou je zoon maar zijn, enzovoort. Omdat ze dan zeggen van, ja, moet je kijken wat voor muziek hij maakt, moet je kijken hoe ziek, wat voor zieke dingen hij allemaal zegt. Van, nou, het zou je zoon maar zijn of het zou je vader maar zijn. En dan vind ik dat gewoon cool dat hij dat begrijpt en dat hij daaraan meewerkt. Later heb ik dus ook nog een keer met hem een nummer gemaakt. Toen hoorde ik een nummer van hem. En dat is dan van Denk Niet Aan Mij. En daar, ja, dat raakte mij gewoon, weet je. En daarbij kreeg ik zelf ook allemaal ideeën van, ja, Denk Niet Aan Mij. Laat mij maar, weet je. Ik red mezelf wel. Want dat is hoe ik mezelf ook altijd heb gered. Gewoon door scheid aan te hebben aan alles. En gewoon van, ja, ze denken toch niet aan mij. Ik moet het toch allemaal zelf doen, weet je wel. En je hoeft niet eens aan me denken, fuck you. En dat vond ik gewoon wel cool eraan, weet je. En daar heb ik toen een tekst op geschreven. En dat vond hij ook allemaal weer kicken en zo. En zo is dat nummer eigenlijk ontstaan. Denk niet aan mij. Denk niet aan mij. Van de kinderen, wie moet daar dan voor zorgen? Wie vertelt ze over waarden en normen, de hoofdpijn als ze groot zijn? Ik denk niet zo, kijk, ik heb mijn hersens verzopen, weggebloot, geen plekje meer over om te denken daarboven. Ja, en gewoon een hele relaxed vent om mee te werken. En we hebben ook nog 1 keer live gespeeld ook, met de albumpresentatie. Dat was ook gewoon kick, weet je. Allemaal mensen gevraagd en iedereen vond het gewoon leuk om te doen. En ja, dat was gewoon tof. Ja, ik had eigenlijk wel meer muziek met mijn vader willen maken. Dat is, ik zou eigenlijk wel eigenlijk gewoon hele plaat met hem willen maken. Weet je. Dat zou wel heel cool zijn. Maar ja, dingen gaan zoals het gaat. Dus, misschien op een of andere manier zal dat er nog ooit van komen. Ja, je hebt dieptepunten en je hebt hoogtepunten. Je hebt dalen en pieken. Dus ja, het zou vast wel... zou vast wel weer op een positieve manier zou dat vast wel een keer weer naar boven toe komen. Daar ga ik in ieder geval van uit. Ik ga altijd gewoon uit van het positieve. Hoe negatief ik ook klink in mijn muziek. Zonder het negatieve zijn er ook geen positieve dingen natuurlijk. En zonder extreem negatieve dingen, ja, zijn de positieve dingen ook niet zo mooi. Het laatste liedje, dat gaat over een zogenaamde vriend. Ja. En het is een nummer om onwijs lekker op te twisten. Deze twist, er is ruimte om een twist te doen met elkaar. Kom op. Alles goed, het gaat wel goed, het komt wel goed. Het gaat heel goed, het komt wel goed, het gaat zoals het moet. Het is wat het is. Alles goed, het gaat wel goed, het komt wel goed, het gaat heel goed. C'est la
vie. Het komt wel goed, het gaat zoals het moet. Ik heb mijn handen gebroken, vertrapt op de tegels. Ben in elkaar geslagen, barsten en krassen in mijn schedel. Fuck mijn ex-schoonfamilie, met z'n allen tegen eentje. Door mijn ex erin geluisterd, was er maar een omgangsregeling. Kink, en mijn vader die heeft een hersenbloeding gehad. Hij ligt nu al zo lang in coma, ze geven geen hoop. Maar ik weet dat het goed komt. Ik weet het zeker, ook al weet ik dat hij nooit meer looppraat. Hij zei me als ik niet meer kan zingen, is het beter als je me doodmaakt. En ik heb eindelijk een baantje gevonden in een callcenter als call agent, slaaf mijn goaltje. Zolang ik mijn rekening kan betalen, verdomme, en mijn schulden af kan lossen, doe ik wat ik moet toch. Het komt wel goed toch, ben blij met wat ik heb, maak er het beste van. Ook al zie ik mijn dochter niet, ben ik gelukkig. Elke keer als ik aan mijn dochter denk of naar haar foto's kijk, weet ik dat het goed komt. Alles goed, het gaat wel goed, het gaat wel goed, het komt wel goed. Goed. Het gaat heel goed, heel goed. Het komt wel goed, het gaat zoals het moet. Vraag me niet hoe, maar alles komt goed, baby. Alles goed, het gaat wel goed. Het gaat wel goed, het komt wel goed. Het komt wel goed, het gaat heel goed. Heel goed. Het komt wel goed, het gaat zoals het moet. Vraag me niet hoe, maar alles komt goed, baby. Loop het ziekenhuis uit, met mijn handen in het gips. Hechting in mijn hoofd, geperforeerde long, tanden door de lip. What the fuck is dit? Haat je me zo om wat ik spit? Omdat ik rapper ben, belachelijk. Ik ben en blijf de papa van je kind. Dreigend dat ik mijn dochter nooit meer mag zien. Vind je het gek dat ik doorflip, kwaad praat als ik je aan de phone heb? Neem het maar op, klaag me maar aan. Doe aangifte dan, ik heb geen tijd voor een taakstraf. Geen geld voor boetes op de bank. Niks opgebouwd in mijn leven, alleen een immense studieschuld. Inderdaad, mijn laatste geld overgemaakt naar mijn advocaat. Ik hoop dat het niet te laat is en dat mijn dochter me nog herkent. Weet wie haar papa is. Straks krijg ik een herseninfarct als mijn eigen vader. Een bloedprop en ga ik dood, geen toekomst, verlamd in een rolstoel. Tot die tijd denk ik aan de momenten dat ik hem nog wel zag. Ik weet dat hij het weet, ik weet dat het goed komt. Alles goed, het gaat wel goed, het gaat wel goed, het komt wel goed.